Almeloze Maaike Gerard is een van de 15 modellen die prijken in de pikante boerinnenkalender. Ik ben door een vriendin opgegeven voor de boerinnenkalender. En zo ben ik eigenlijk ook uitgekozen van de, hoeveel waren het, volgens mij 310 mensen. Heb ik een mail gehad dat ik naar de castingdag mocht komen. Daar heb jij foto's gemaakt en werd er gekeken naar hoe jij op de foto stond, hoe je eruit zag en wat je dan. En daar werd dan weer 25 meisjes volgens mij voor uitgenodigd. Daar werd dan gekeken voor wie er eigenlijk de mooiste waren natuurlijk. En daar zijn 15 meisjes van uiteindelijk geselecteerd. En zo ben ik bij de boerinnenkalender gekomen. Wat heb jij eigenlijk met boeren? Wat ik met boeren heb is dat ik zit natuurlijk in Dronten op school. En ik weet dat het boerenleven, het is gewoon erg zwaar. En ik wil gewoon in de toekomst gaan kijken hoe ik het kan, hoe ik het makkelijker kan maken. En hoe ik als een soort van leek eigenlijk kan helpen in de landbouwsector. En daar ben ik nu ook voor aan het leren. Eigenlijk dat ik meedeed omdat ik, ik weet gewoon dat het voor de boeren erg zwaar is. Ik heb natuurlijk allemaal boeren ook in mijn klas. En ik heb zelf natuurlijk ook in de landbouwsector zit. En ik vind het gewoon erg leuk om nu te gaan kijken wat het probleem is, waar je mee kan helpen en hoe je dat in de toekomst kan verbeteren. Ik ben ambassadeur van Boeren in Ontwikkeling. Dat doen wij samen met een paar studenten. Dit is een soort van cursus, één keer in de twee weken. Het is een tweejarige cursus. Het is ongeveer twee uur op een avond, dus één keer in de twee weken dan. Ongeveer 14 cursussen. En dan, want je hebt vaak boerinnen die natuurlijk met een boer trouwen. En de boerin stapte eigenlijk als een soort van leek in. En wij geven die cursussen zodat ze samen over het bedrijfsleven kunnen beslissen. Aan de keukentafel, ja. Vrijdagavond wordt de kalender tijdens een show in Badmen aan het publiek gepresenteerd.